Lol. Met Sarah. Hey Sarah, hey. Hoi. Oh mijn god. Met Lucas. Hoi. Hey, ja, Hamming. Hey, ik heb je nummer van Roos, dat is een beetje een raar ding. Ik liep net, ik had een afspraak met, ik had een meeting net op een mediapark. En ik zie ineens bij een rotonde, en op een bordje een foto van ons, maar what the fuck? Meen je die nou? Ja, nee, maar ik vind dat best wel raar. Ik bedoel, je best een leuk foto, daar niet van, maar je had daar even aan kunnen geven. Want ik krijg nu allemaal appjes van mijn vriendin dat ze zegt, yo, wie de fuck is die chick? En ik had je zeg maar opgegeven voor, ken je Rob Jansen van 3FM? Nee, geen flauw idee. Die heeft zeg maar een item voor die rotonde. Maar ik dacht, zeg maar, want ik had je opgegeven omdat zeg maar, je verdient een plek op die rotonde, volgens mij. Dus ik dacht, ik stuur een foto van jou, maar ik had geen idee dat ze een foto van ons zouden gebruiken. Oké, wat gaan we... Ja. Rijen, gefeliciteerd! Sarah? Wat ben je toch ook een sukkel? Ja. Sarah? Ja? Je bent op de radio. Oh! En jouw grootste idool, Lucas, die heeft jou even voor in de maling genomen. Oh mijn god! Want even voor de duidelijkheid, het gaat om het volgende. Rap, 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 tanden. Rap, 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 tanden. Om kwart voor één, je kunt er niet op. Nou, eigenlijk kun je daar wel omheen, hè? Het is een rotonde. Maar je zegt, je kunt er niet omheen. Maar dat is niet waar, want het is een rotonde. Nou, laat maar. Laat maar, ga maar door. Rob, rotonde. Rob, rotonde. De rotonde. Sarah stuurde een paar weken geleden een berichtje. Ik wil heel graag, als je toch iets op die bordjes mag zetten. En voor de duidelijkheid, ik ben Rob en ik heb de rotonde voor het Mediapark, geadopteerd bij de gemeente Hilversum. En in ruil daarvoor mag je op die bordjes op de rotonde zetten wat je wil. En ik laat dat aan de luisteraar. En Sarah, jij stuurde, dan kun je beter Lucas Hamming op die rotonde zetten, want dan valt er nog wat moois te zien. Ja. Dat is hartstikke lief van Sarah. Ja. Hartstikke lief. Ja. Waarom Lucas Hamming, Sarah? Maar heb je daar echt een uitleg voor nodig? Ja, heb je er serieus een uitleg voor nodig? Neem ons eens even mee in jouw hoofd, Sarah. In mijn hoofd, oh mijn god. Dat is een goeie. Want hoe oud ben je, waar kom je vandaan, hoe lang ben je al fan? Ik ben 19 en ik kom uit Amsterdam. En hoe lang ben ik al fan? Ja, vanaf het eerste uur. Vanaf het eerste uur? En, ja. En je hebt helemaal idolaat en... Ja, nu sta je dus... Op met Lucas Hamming op de rotonde de hele maand oktober! Yeah. Hey. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. En Lucas ook, en ik hoop dat je een beetje wakker was, want volgens mij was het een beetje een... was je dronken op de foto, Lucas, of niet? Dat zou zomaar eens kunnen. Nou, als je nog op Mediapark komt, rijd er even langs, want vanaf volgende week hangen ze erop, hoor, die bordjes. Ah, gezellig. En ik kan me niet voorstellen dat je zit te luisteren en denkt, ja, ik wil ook iemand op de rotonde zetten. Of een artiest, of iets waar ik fan van ben, of een mijn voetbalclub. Of ik heb een cavia waar ik helemaal idolaat van ben. Laat het dan weten, 3fm.nl/rotonde. En als je haast hebt, dan mag je ook gewoon even een appje sturen, dan komt het ook wel goed. Ceremoniemeester Mark, wat zou jij erop zetten? Ja, ik zei eerder iets van PSV, maar dat zou ik nu denk ik niet meer doen. Nee. Hey Mark. Ja. Stil is. Stil is, zei dat? Ah nee, sorry, verkeerde. PSV op de rotonde in Hilversum zetten. Ja. Ook dat je Mark stil is op de rotonde zet. Nou ja, goed. Alles kan dus. Kom maar door, ik snap er geen reden meer van. Dankjewel, Lucas. Yo, heel later. En Sarah, veel geluk. Dankjewel. Hoi. Iemand aanmelden voor de rotonde? Ja, zeg ik. Ga naar 3fm.nl/rotonde. Rap, 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 rotonde.